Als ik zag dat iemand gepest werd, dan kwam ik daarvoor op. Kreeg ik wel de schuld, maar maakt me mij niks uit. Ik wil juist door muziek maken wat meer van mezelf laten zien. Dus meer mijn persoonlijkheid dan niet van mijn lichaam. En mijn moeder kijkt me aan en die zei, Jemima, je bent gedisqualificeerd. En het enige wat ik kon vragen was, mama, waarom? Met knikkende knieën stappen haar tegenstanders de ring in. Hoe heb je ooit een advocaat gezien die rapt? Hey, wat fantastisch goed dat jij weer kijkt naar een nieuwe Club Hup. Met vandaag Popcorn Hup. Ik heb een hele leuke aflevering voor jullie. Denk je nou, deze aflevering, het is niet genoeg. Niet getreurd. We hebben gewoon een Instagram-account waar we nog vet veel exclusieve content hebben. Dus ga daar vooral naartoe. En dan nu onze gast. Het is Nederlands kampioen boksen. Jemima. Jemima, wat leuk dat je er bent. Leuk dat ik hier mocht zijn. Nou, fantastisch. We zitten bij Popcorn Hup. Wat betekent dat wij een filmtrailer gaan maken van jouw leven. Wauw. Alle toffe momenten. We hebben filmpjes, foto's en we gaan zo je hele leven door. ja, dat is behoorlijk intens wat je dan voor iemand neerschotelt. En ik moet zeggen, jouw leven is wel echt een soort filmscript gewoon. Er is een hele hoop gebeurd. We kunnen het over een hele hoop hebben. Mm-hmm. Laten we beginnen met het feit dat jij afgelopen november... Yes. Nederlands kampioen bent geworden. En derde van de wereld. Even kijken. So, Jemima Betrian, coming out. This is the... She's beginning to unload and the hands coming out. Her ground highlights. You can see the punches coming in fast and furious. There we see it. En dan dit moment. Die hand gaat omhoog. Wauw. Jij pakt de winst. Hoeveel sterren geef jij dit moment? 9,5. Ja, hè? Ja. Ja. Zeker. Wat betekent het voor je? Wat ging er door je heen toen dat gebeurde? Waar je net zag toen mijn hand omhoog ging, daar won ik van de... Ja, zij was daarvoor wereldkampioen. En Jemima, wie was Jemima in het boksen? Niemand wist van mij. En opeens staat Jemima tegen de oude wereldkampioen. En die versla ik. Dus hoe mooi is dat? Ja, fantastisch. Oprecht. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Laten we beginnen. Yes. Helemaal bij het begin. Een hele kleine Jemima. Kijk nou, dit is toch schattig. Dat is heel schattig, wel, hè? Uit wat voor gezin kom jij? Ik kom uit een gezin van vijf. Mm-hmm. Ja. Maar toen ik 9 jaar was, zijn mijn ouders gescheiden. Ja. Dus toen bleven we met 4'tjes achter. Dus ik heb mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Mm-hmm. En dat was een beetje mindere momenten voor mij. Wat deed die scheiding met je? Ja, heel veel. Dat kan ik soms wel... Kijk, mijn hart begint nu weer keihard te kloppen. Ja. Want ik was mezelf gewoon een beetje kwijt. Hmm. En doordat ik iedere keer de sterke Jemima wou spelen, bleef ik alles doorslikken. Ook voor mijn broer en mijn zus en mijn moeder natuurlijk. Want mijn moeder heeft ook van haar kant nooit een verdriet laten zien. Ja. En dat vind ik ook echt super van haar. Dus daarom is ze ook echt mijn grootste voorbeeld. Maar het deed echt heel veel met me. Maar uiteindelijk was dat een hele down moment. Maar uiteindelijk ben ik meer en meer gaan zoeken. Dus op scholen ging het dan ook niet meer goed. Want ik kom heel vaak in gevechten. Ja. En eigenlijk waren het niet gevechten die ik zelf ging uitlokken. Maar bijvoorbeeld als ik zag dat iemand gepest werd, dan kwam ik daarvoor op. Hmm. En maar dan kreeg ik wel de schuld. Maar het maakt mij niks uit. Want ik dacht van, diegene die voelt zich ook niet goed. Dus ga ik het op. Is dat een beetje dat vechtersbaasje wat er toen uitkwam, een reden dat jij bent begonnen met het kickboksen? Ja, want op een gegeven moment bleven ze op school. School belde mijn moeder iedere keer van, zo kan het niet meer verder. Dus een paar maanden later, na de scheiding, moest ik al meteen naar speciale onderwijs. Hmm. En toen zei mijn moeder op een gegeven moment van, Jemima, je moet echt iets gaan doen, iets positiefs gaan doen. Ga even kijken wat je leuk vindt. En zo ben ik allemaal naar activiteiten gegaan die ze in de buurt organiseerden. Ja. Maar ik vond het steeds net niet. Totdat op mijn 14 jaar, toen opende ze een kickboksgym. Ja.
in de buurt. En toen ben ik daar met vriendinnen naartoe gegaan. Ja. En dat was een hele mooie stap toen ik het zag hoe heftig het naartoe ging. Maar toch dacht ik van wauw, super. Had je gelijk zoiets van dit is wat ik... Ik zie me daarin terug. Echt, gewoon lekker agressief zijn en gewoon gaan en gewoon geen regels, weet je wel. Om maar een soort van functie geven aan die agressiviteit die opgekropt Precies, had. Ja, want het is dan een training en daar kan ik alles uiten. En het is, ik ga gewoon naar de training om gewoon alles te geven en dat vond ik echt super vet. Ja. Op een gegeven moment ben jij dus gaan boksen, werd een grote droom van jou de Olympische Spelen. Ja. En daarvoor was je dan ook aan het trainen, daar hebben we volgens mij ook nog wat beelden van. Hier ben jij in het blauw, geloof ik. Ja. Dit was ook een behoorlijk belangrijke wedstrijd voor jou. Ja. Je zou een stap dichterbij kunnen komen bij die Olympische Spelen, maar je werd gedisqualificeerd. Ja, ik was... Ja. Waarom was dat? Omdat ik... dit is in 2010. Ja. En sinds 2005 vecht ik al kickboksen. Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk gescout door Arnold van der Leijden. Die had een filmpje van mij gezien op YouTube. En die vroeg of ik een keer mee wou trainen met de selectie. En in het begin dacht ik van, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik wil helemaal niet gaan boksen. Ik wil gewoon blijven kickboksen. Je wil blijven kickboksen, want daar zit echt wel een groot verschil in. Ja, precies. En mijn trainer, die zei zo van, Fred Royes, die zei zo van, Shamai, maar ik ben er een betere kickbokser van geworden. Toen dacht ik, hey. Nog beter. Dat moet ik hebben. Ja, 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 dat moet ik hebben. Dus toen dacht ik van, ik ga gewoon een keer meedoen. Heb ik ook gedaan. En ik vond het wel oké. Maar niet echt mijn ding. Want ik hou meer van die attractie, weet je wel. Trappen, knieën, van alles en nog wat. En, maar toen dacht ik van, oké, Nederlandse selectie, super gaaf. Ik ga daar aan meedoen. En toen versloeg ik Amerika. Een van de favorieten. En ik moest de dag van het volgende wedstrijd van de finale tegen Canada... hebben ze mij ook gewoon gaan laten wegen in de ochtend. En toen ik terugkwam, toen hoorde ik ze allemaal Spaans praten. Maar ik verstond het niet. Nee. En ze zeiden iets, ze wouden mij iets uitleggen. Maar ik bleef steeds vragen van, waar hebben ze het over? Mm-hmm. En mijn moeder kijkt me aan en die zei, Shamai, je bent gedisqualificeerd. En het enige wat ik kon vragen was, mama, waarom? En mijn moeder zei van dat ze ook niet precies weet waarom. Dus ik zei tegen haar van, vraag ze waarom ik gedisqualificeerd ben. En toen haalde ze opeens 5 A4'tjes met allemaal foto's van mij. En dat ik wedstrijden heb gevochten en dat ik kampioen ben in kickboksen. En daarom mag ik niet meedoen in het Olympisch traject. En dat wist jij niet? En dat wist ik niet. Goed, je werd dus gedisqualificeerd. Mm-hmm. Toch heb je jezelf weten herpakken. Ging nog steeds vol die vechtsport in. Yes. En dan in 2015 op een gegeven moment toch weer een tegenslag. Stond op het randje van het tekenen van een contract bij de UFC. En toen een week voor je allerlaatste gevecht in principe, werd je geblesseerd. Ja. Toen scheurde ik mijn voorste kruisband in Amerika tijdens een worsteltraining. En toen 1,5 jaar uiteindelijk uit de running geweest. Yes. Hoe was deze periode voor jou? Dat was heel heftig. Was heel heftig, want iedere keer dat ik dacht van dat het beter ging, dan kwam ik steeds mezelf weer tegen. En ik dacht van, het gaat helemaal niet. Ik heb nog overal pijn. En toen op een gegeven moment dacht ik, weet je wel, even gewoon blind en gewoon gaan. En toen? En toen? 1,5 jaar later gebeurde dit. Ja, daar sta je dan na 1,5 jaar weer trainen, proberen ervoor te gaan in de ring en dan een knock-out. Ik kwam terug na 1,5 jaar. Ik heb keihard getraind voor die wedstrijd. En ik had die hele wedstrijd al in de pocket. En dan moet je maar zien, hè, de laatste seconde van de wedstrijd. Dan, als je ook gewoon op Wikipedia gaat kijken en in mijn ranking gaat kijken. Dat ik gewoon heb verloren in de derde ronde op 2 minuut 59. Goed. Met die cliffhanger gaan we eventjes de pauze in. Yes. Want we gaan straks nog even terug naar je trailer. Yep. Mijn eerste pauze met een heel leuk persoon. Met Lena. Fouilleren, fouilleren. Ik zie mannen willen het proberen. Fouilleren, fouilleren. Ik zie mannen willen arresteren. Handjes in de lucht, bitch, of ik schiet. Wat leuk.
leuk dat je er weer bent. Ja, bedankt dat je me wou hebben. Ja, de vorige keer zat je bij me in het biechthok. Ja. Nu een totaal andere reden. Yes. Je hebt namelijk je eerste single en videoclip uitgebracht. Ja, ja, ja. Was dit al een soort van masterplan wat jij had liggen toen je meedeed aan X on the Beach? Ja, volgens mij was ik toen nog niet begonnen met muziek maken. Nee? Nee. Ik wilde eigenlijk gaan DJ'en, want okay. Ik werkte voorheen als hostess in clubs. Ja. Dus ik was heel vaak in de clubs te vinden en ik zag hoe DJ's het zo leuk hebben in de DJ-boots. En omdat ik uit het noorden kom, wordt er niet zoveel afro gedraaid. Okay, en ik vind afro eerlijk gezegd leuker dan urban. Dus ik dacht, laat ik maar DJ worden en lekker afro draaien in de clubs. En toen ging het balletje een beetje rollen en ja, ik weet niet, voor ik het wist, ging ik ineens de studio in en ging rappen. Ineens stond je daar. Ja. Je hebt door deelname aan X on the Beach ook best wel een wild imago daaraan overgehouden. Ja. Wil je dat imago ook doorzetten in de artiest die je wordt als Lena? Nee, niet per se. Ik wil juist door muziek maken een beetje wat meer van mezelf laten zien. Ja. Dus meer mijn persoonlijkheid dan niet van mijn lichaam. Dus ook gewoon de leuke kant van Lena laten zien en ook de rustige kant. Ja. En, ja. Maar dan met een nummer als Fouilleren, wat best wel een klopt. Maar ik kan midtracksen. Er komt meer aan. Ja, waarom kies je dan toch voor zo'n eerste Fouilleren, wat een bekend geworden woord is door X on the Beach? Waarom dacht fouilleren. Je toch daarmee beginnen? Ja, dat woord gebruikt iedereen. Ja. En ik weet niet, ik dacht, laten we er gewoon een track van maken. Mm-hmm. En ineens kwamen we met zoiets. En het is wel gewoon een track wat je ook, weet ik niet, misschien in de club zou draaien of zo. En dat vond ik wel leuk. Gewoon zo echt zo'n clubbanger. Dus, om daarmee te beginnen. Om daarmee te beginnen, ja. Je zegt een beetje meer je lieve kant, je persoonlijke kant. Wat voor artiest wil je gaan uitstralen als je zegt, dat wilde imago, dat laten we eventjes achterwege. Wat wil je dan wel gaan uitstralen? Moet ik nog een beetje ontdekken. Ja? Ja, ik moet dat echt nog ontdekken. Ik ben nog jong, dus het kan nog. Maar ik weet niet echt welke kant ik op wil. Maar ik weet wel dat ik iets met muziek wil gaan doen. Oké. Okay. Ja. Heb je een voorbeeld als je denkt? Cardi B. Maar die is wild. Die staat inderdaad die bekend om dat lieve, de persoonlijkheid. Nee, maar als ik echt een lieve iemand moet uitkiezen, dan Tabitha wel. Maar ik zou... Als ik ooit zover zou kunnen komen als Tabitha, dan zou ik echt trots op mezelf zijn. Ja. Maar nee, Tabitha vind ik wel heel tof. En je bent nu ook getekend? Ja. Bij een label? Ja. Welk label was het? Kill Your Darlings. Kill Your Darlings. Kill Your Darlings. Ja, wij hoorden die naam en toen echt dachten wij... Twister. Wie, wat? Je gaat naar de Instagram en je ziet zo drie vage plaatjes. Wie zit daarachter? Nee, dat... Is het Busy? Frenna? Voor jou een vraag, voor mij is weet. Is Ronnie? Ik probeer er heel diep in de ogen aan te kijken om iets te vinden, maar ik zie het niet. Niemand weet het. Niemand weet nee. het. Wanneer komt dit uit? Wanneer gaan jullie hier wel duidelijk over zijn? Het komt wel. Wat zijn nou jouw dromen? Mijn droom is om echt wat met muziek te maken. En mm-hmm. als dat niet wat wordt, dan advocaten, hopelijk. Ik wil nog wel mijn studie afmaken en ik wil nog wel advocaten worden, dus... Oké. Okay. Ik heb twee... Je denkt gewoon nu eventjes muziek en dan misschien uiteindelijk nog. Ja, maar het kan ook gecombineerd worden. Waar? Heb je ooit een advocaat gezien die rapt? Nee. Nee, maar er zal gat in de markt. Gat in de markt. Nou, daar heb je Lena. Lena, als je nou nog een volgende keer een nummer hebt of whatever, kom vooral nog een keer terug. Ja. Dan wil ik je wel zien zingen en optreden hier. Ja, het komt wel. Dat moment komt wel. Dat moment. Dat zullen jullie de eerste zijn. Kijk. Heel goed, daar worden we blij van. Ja. Thanks dat je er was. En dan gaan wij terug naar de filmtrailer van niemand minder dan Jemima. Jemima, we zagen net dat je na anderhalf jaar revalideren knock-out ging in een hele belangrijke wedstrijd. En eigenlijk bijna vaarwel hebt gezegd tegen je professionele bokscarrière. Yes. Want jij bent er 2 jaar tussenuit geweest toen, hè? Ja, 2 jaar ben ik eruit geweest, ja. Hoe waren die 2 jaar voor jou? Na 2 jaar, ik vond het wel heel moeilijk, want ik dacht van, is dit nou het einde van mijn carrière? Kan ik dit nog wel? Dus dan ga je heel erg twijfelen aan mm-hmm. jezelf. En ik ben toen ook, daarna 3 maanden ben ik naar Curaçao gegaan met mijn ouders. En toen ik terugkwam, toen ben ik een opleiding gaan doen bij KF Action. Weerbaarheidstrainer ben ik toen geworden. Ja. En daar ben ik nu ook
ja, dat is nu ook mijn werk. Ja. En dat vond ik ook superleuk. En ik dacht van, weet je, het gaat breder. En dat is mooi. Ja. Wat was voor jou het moment dat je dacht, ik ga nu weer... Ja, weer wat doen? Nou, weet je wat het is? Op een gegeven moment dacht ik van, hey Jemima, je vindt boksen nog leuk. Je vindt het kickboksen nog leuk. Ga gewoon weer lekker trainen. Ja. En toen ben ik zo weer gaan trainen en toen had ze me gevraagd, wil je meedoen met de NK? En toen dacht ik van, nou, dat weet ik niet. Ja, want toen 2 jaar later stond je daar ineens, derde van de wereld. Yes. En gewoon winnares, gewoon NK gewonnen. Ja, NK gewonnen en derde van de wereld van de 41 landen. Dus super gaaf. Dat is toch wel een dingetje. Hoe was die overwinning? Dat was super gaaf. Dat was super gaaf, want het was gewoon, ik kom weer terug en ik win meteen de Nederlandse titel. En dan krijg je ook meteen de vraag van, ga jij nu het land vertegenwoordigen? Ja. En ik dacht eerst van, dat weet ik nog niet, want ik ben net terug. Maar daarna, een paar maanden later, stond ik op de WK zonder verwachtingen. En dan heb ik toch nog een bronzen medaille kunnen pakken. Hey, waar werk jij nu naartoe? Ik zit nu in het traject naar de Olympische Spelen. Toch dus, wel weer? Yes. Kijk, ja, heel nice. Want ik ben 2 jaar eruit geweest, dus dan mag het nu wel weer. En dus ik heb me ook gekwalificeerd voor in juni is de Europa Games. Ja. Dat is in Wit-Rusland. Mm-hmm. En dus daar ga ik naartoe en dan hoop ik daar een medaille te pakken weer. Ik denk dat het tijd is om te gaan kijken naar... Een trailer van jouw leven. Super We hebben heel veel goede dingen, een aantal dieptepunten gezien. Yes. Tijd voor de trailer. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Laten we Let's doen. Er was eens een klein meisje van 9 jaar. Vol agressie en opgekropte woede. Op het schoolplein slaat ze iedereen in elkaar en komt ze op voor de arme, gepeste kids. Tot op een dag haar moeder zegt... Dit kan niet zo langer doorgaan. Jemima stapt de kickboksschool in en krijgt een flink pak slaag. The trainer told me, you have a lot of talent. Haar liefde voor vechtsport is geboren. If you keep training like this, you will be a great pro fighter. Ze krabbelt overeind en heeft nog maar 1 droom. Olympisch kampioen worden. Vanaf het eerste moment zet ze de vechtwereld op zijn kop. Met knikkende knieën stappen haar tegenstanders de ring in. Ze wordt maar liefst 5 keer wereldkampioen. Niets lijkt haar in de weg te staan. Maar dan slaat het noodlot toe. Ze gaat knock-out. Haar droom spat uiteen en ze laat de vechtwereld achter zich. De enige die nog in haar gelooft is haar moeder. I told my mom, I wanna be a role model. Geïnspireerd door de vechtlust van haar alleenstaande moeder trekt ze haar bokshandschoenen weer aan. But what I have to do is to make my name. Jemima is terug. En dit keer voor goed. Laat de Olympische Spelen maar komen. Binnenkort, de Golden Girl. Ja man, ik zou tickets kopen voor deze film. Wauw. Vet hè? Ja, super vet. Wie ben jij gewoon? Ja. Dat ben jij. Ja, dat ben ik. Hey, ik hoop dat we jou gaan zien bij die Olympische Spelen. Yes. Ik wens je heel veel succes, maar volgens mij gaat het goed komen. Want ze zeggen het al hè, the Golden Girl. Yes. Dus kom vooral terug als je medailles kan laten showen. Huh? Yes, ik ga mijn best doen. Top. Yes. En jullie thuis, hopelijk heb je genoten van deze video. Abonneer eventjes op ons kanaal als je meer wil zien. Like deze video en dan zien we je bij de volgende. Later!